Hallo, welkom op mijn kanaal, dames en heren, met een nieuwe video alweer. Vandaag een nieuwe schoef dat we gaan proberen, al een tijdje in de handel natuurlijk verkrijgbaar. En vandaag is Diederik, hallo, mijn goede kameraad die ik al lang ken. En die gaat vandaag een klein woordje uitleg ook geven samen met mij over dit fantastische bier, Diederik. Ja. Voilà, Diederik. Zeg een keer tegen de mensen, wat gaan we vandaag een keer drinken? Vandaag gaan we dus Chouf Soleil drinken. Dat is een niet zodanig zwaar bierken. Dat is een 6 graden alcoholpercentage, maar het is alles binnen beter of jubilair of een pintje. Natuurlijk gaat zien als je hem uitgiet dat hij redelijk troebel gaat zijn. Maar toch aan de blonde kant. Voilà, fantastisch uitgeschonken door Diederik, ja, natuurlijk. Normaal gezien twee. Normaal gezien twee vingers? Ja. Ja, oké. Okay. Dus het ene bier heeft, heeft verschil met het andere. Ja, dus, oké. Okay. Nou, Diederik kent ook al heel veel van bieren, want hij drinkt regelmatig een keer een lekker biertje. Ongelijk kunnen wij niet geven, natuurlijk. Voilà. En Chouf Soleil is vooral gemaakt voor in de zomer. Het woord zegt zelf Soleil. Dat is een zomerbiertje. Een zomerbier, eigenlijk. Ja, ja, ja. Zoals wij binnenkort misschien een ander biertje zullen voorstellen. Dat is de Nijsjoef, maar dat is dan het winterbiertje ervan. Ja. Dus okay. Dat is in plaats van blond, donker, donker. Ik zou zeggen, een keer proeven, hè. Ja. Of ik mijn microfoon aan moet doen. Ja, heel lekker. Wat aan mij opvalt persoonlijk, als ik dit bier proef, is vooral dat het een heel frisse smaak heeft. Dus zoals Diederik ook vertelt, het is een heel zomers biertje. Ideaal voor bij welke gerechten zouden we dan kunnen? Een barbecue misschien, waarom ja, niet? Ja. Ik denk dat het wel ideaal is. Vind ik dit beter dan de originele La Chouf? Dat niet, maar ik vind het wel... Ik vind dat minder, maar het is een zonnig speciaal bierken. Dus, ja, ja. Je kunt dat niet vergelijken met andere biertjes van... Ja, zoals Jupiler is Jupiler, Maas is Maas en een pintje is pintje. En we hebben ook al verteld aan elkaar, toch, dat hebben we toch beloofd, dat we een keer naar de brouwerij van La Chouf zullen gaan. Want, waar ligt dat nu in? In La Chouf in de Ardennen. In de Ardennen, voilà. Ja. Dus daar gaan we een keer naartoe moeten gaan, want het schijnt is daar een heel groot, ja, zullen we maar zeggen, een soort museum ook van. Maar toch de moeite waard en je kan ook de bieren proeven. Ja, ja, dat klopt. En de shop bezoeken. Bezoeken, een grote kabouter kopen. Allee, een grote kabouter. Ja. En als je daar wilt overnachten, is daar ook een kleine B&B. Dus daarmee. Ja, dat is. Of dat de rest op de fles. Normaal gezien. Wacht, hè. Normaal staat het adres op de fles. Normaal gezien. Ik ga best een beetje proeven. Het is echt wel zeer lekker, hè? Het is zeer, zeer, zeer fris van smaak. Niet te bitter. Heeft een heel frisse toets. Vind ik wel, persoonlijk ook. Ja. Ja, ik vind het adres nu niet terug, maar alleszins brasserie Dachouf. Maar, staat erop, dus. Sowieso een video voor jullie maken als we naar daar gaan. En maken een vlogje voor jullie. Vinden jullie deze video nu leuk of hebben jullie daar nog zelf een reactie op? Geef dan een dikke duim op deze video. Abonneer je op mijn kanaal. Wil je niks missen van onze video's? Duw dan op het belletje en dan krijg je als eerste een waarschuwing als een nieuwe video op mijn kanaal zichtbaar is. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Dag. Hey. Yo.